nog hier. Prostrolanen. Ja. Prostrolanen Inner Bay, zo heet het. Ja, echt al die namen. Hè. Nee. Is een vetoplosser. Okay. We hebben hem eigenlijk afgelopen jaar, pas ik op de IMCAS, dat is een heel groot congres, en daar was een enorme stand van prostrolanen Inner Bay. Dus ik dacht, nou, laat ik toch maar eens gaan kijken. En toen heb ik inderdaad wat ervan gekocht. Okay. Maar het is een vetoplosser en het werkt anders dan bijvoorbeeld de Kybella en Belkira. Dat is een nieuw soort vetoplosser door de firma Allergan. Komt volgend jaar. Okay. En het werkt doordat er een soort eiwitmolecuultje is. En dat gaat zich in het vet inzetten. En door dat eiwitmolecuultje gaat het vet afgeven. En in die vetcel zitten allemaal vetpockets. Ja. En dat gaat het weg. Dus je kan het vet ermee weghalen eigenlijk. Weghalen, ja. Ander voordeel is dat het ook, en dat moet ik heel eerlijk zijn, dat ik dat niet precies weet waarom het is, maar dat het ook een verstrakkend effect geeft. En ja goed, daar zetten natuurlijk heel veel toepassingen voor. Ja, zeker. Want wat zijn de mogelijkheden van dit product? Onderkin. Oh ja. Hamsterwangen. En ik gebruik het in een aantal gevallen. Ook gebruik ik het ook om bijvoorbeeld de neus-lippenplooi in te zetten. Je kan het ook gebruiken voor echt vet. Weg te halen. Oh ja, ook echt op de buik en de... Ja, maar dan heb je wel hele grote hoeveelheden nodig. En, wordt een dure grap. Wordt een duur grap en ik gebruik het daarin. Ja, onze klanten zijn toch wat ijdeler dan gemiddeld. En dan hebben ze soms een liposuctie gedaan en dan denken ze dat toch net niet symmetrisch genoeg. En dan gebruik ik prostrolanen. Oké, prostrolanen. En wat kunnen mensen verwachten die het gaan gebruiken? Nou, het punt is, ik zie er eigenlijk altijd wel resultaat. Ja. Dus mensen zijn best wel tevreden over, maar het is altijd met dit middel is, hoeveel heb je nodig? Kijk, in Korea, waar het wordt gebruikt, gaan ze echt helemaal los met het middel. En ik ben wat conservatiever daarin. Ja, oké. Okay. Het punt is wel eens dat gewoon het vet weggaat. Maar het is altijd even de vraag met hoeveel. En dan moet je toch weer het herhalen. Ja. En hoe lang blijft het dan ook weg? Of komt het terug? Ja, als je aankomt, dan komt het weer terug. Want die vetcellen worden niet kapot gemaakt. Maar ongeveer houdt ongeveer een jaar tot twee jaar houdt het aan. Is het duidelijk volgens mij, prostrolanen. Dus prostrolanen is een vetoplosser die je onder andere voor hamsterwangen of voor de onderkin kan gebruiken. Je kan het eventueel op je lichaam ook toepassen, maar dan heb je hele grote hoeveelheden nodig. Dus dat is niet heel erg handig. Ja, dat is toch? Dat is eigenlijk de conclusie ervan. Ja. Top.